Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie mijn W7 make-up stash laten zien. Voor de mensen die niet weten wat W7 voor merk is. W7 is een low budget merk die heel erg goed is in het namaken van producten. Dus ze hebben bijvoorbeeld een aantal palettes van Urban Decay hebben ze nagemaakt. En uit reviews blijkt toch dat dat best wel goed gelukt is. W7 is onder andere te koop bij de Op is Op voordeelshop, de DA en af en toe ook wel bij de Big Bazaar. En ik ben heel erg fan van W7, dus het leek mij leuk om deze stash video op te nemen voor jullie. Dus als je benieuwd bent naar mijn W7 make-up stash, kijk dan eventjes gezellig mee. Ik ga gauw beginnen, want ik ben bang dat de video anders wel heel erg lang wordt. Zo ziet mijn stash er ongeveer uit wat hier allemaal verzameld ligt. Ik begin eventjes met de palettes. Dit is het In The Buff palet. Dit is een Natural Nudes palette. En dit is echt een heel erg mooi palette. Met echt hele natuurlijke kleuren ook inderdaad. En je hebt mat, en, maar ook shimmer kleuren. Ik vind het echt een heel erg mooi palette. Dan het In The Nudes palet. Dit is ook een Natural Nudes palet. Met Natural Nudes kleuren dus. Ook hier heb je matte en shimmer kleuren. Deze zijn vooral ook een beetje op roze. Met roze en een beetje bruinachtig gericht. Vind ik ook echt een heel erg mooi palette. Dan het In The Night palet. Dit is echt een palet voor, ja, ook wel smoky eyes. En deze heeft vooral wat paarse tinten erin zitten. Ook, ja, wat grijs, wat zwart. Het is wel een heel mooi palet om een smoky eye mee te maken. Maar ook, ja, je kunt hem natuurlijk ook gewoon wat lichter maken. Zodat hij overdag ook prima kan. Dan het In The Buff Lightly Toasted palette. Dit is een palet met Natural Nudes kleuren. Nou ja. Zoals je ziet hebben heel deze drie palettes, de In The Buff, In The Nudes en het Lightly Toasted palette, best wel een beetje wat van elkaar weg. Deze vind ik ook wel weer een beetje in de buurt komen van het In The Buff palet. Maar het is wel heel erg leuk om met deze kleuren te spelen. Dan hebben we het In The Night Up In Smoke palet. Dit is ook weer een palet voor smoky eyes. Alleen deze is een beetje anders. Deze is anders dan de andere palettes. Hier zit ook een spiegeltje in. Zoals je ziet is deze weer totaal anders als het In The Night palette. En ook dit vind ik een heel erg mooi palet. Ook vind ik het wel leuk dat deze een iets andere vorm heeft. Dan hebben we dit Cheek Trio palet. Hier zit een bronzer, een highlighter en een blusher in. Helaas ben ik niet zo heel erg enthousiast over dit paletten. Omdat het pigment niet heel erg aanwezig is. En dat vond ik heel erg jammer. Bij de oogschaduwpaletten is het pigment eigenlijk allemaal super. Maar bij dit paletten vind ik het pigment beduidend wat minder. Dat vond ik echt heel erg jammer, omdat het gewoon een heel mooi palet is om te zien. Dan een klein paletje. Dit is het In The Mood palet. Ook weer met naturel kleuren. Hij zit een beetje stevig vast. Dit zijn alleen matte kleuren. Vind ik ook wel heel erg leuk. En ja, ik blijf hier toch wel een beetje van houden. Ik snap wel dat je misschien op een gegeven moment er een beetje klaar mee bent. Maar ik vind het nog wel heel erg mooi. Dan heb ik er nog eentje. Dit zit In The City palet. Ja, ook deze heeft weer naturel kleur. En deze lijkt echt heel erg op het In The Mood paletten. Zoals je kunt zien, ik zal het In The Mood paletten er even naast houden. Dan kun je zien dat ze eigenlijk heel erg hetzelfde zijn. Deze heeft iets lichtere kleuren. Deze zijn iets warmer. Maar ze komen wel heel erg overeen. Dan heb ik dit Brow Parlour paletje. Dit is een wenkbrauwkitje.
Hier zit een wax in, een highlighter. Ik zal even het blaadje eraf halen. Oh, blijf zitten alsjeblieft. Wax, een highlighter en twee kleuren wenkbrauwpoeder. En dan heb je nog een klein pincetje en een borsteltje ook. Hier zit weer een heel handig spiegeltje in. Ook de binnenkant vind ik best wel mooi van dit palet. Zo met dat zwart en dat spiegeltje. Ja, vind ik wel heel erg mooi. Palet is ook heel erg fijn op de wax na. Daar ben ik niet zo fan van, maar die gebruik ik dan ook gewoon niet. Dan heb ik een oogschaduwpaletje dat Toasted heet. Dit is ook een beetje een paletje met wat bronskleurtjes. Ook een heel mooi paletje, ook heel veel pigment. Wat ik heel erg fijn vind aan een paletje met gewoon vier kleurtjes, dat je ze heel erg makkelijk ook kunt combineren. Dat kun je natuurlijk met een grote palet dus ook, maar dan moet je echt gaan kiezen tussen kleuren. En dat vind ik soms nogal lastig, omdat ik dan te veel kleuren mooi vind voor één look. En dat kan natuurlijk niet. Dus dat vind ik wel handig dat hier gewoon vier kleurtjes in zitten. Dan heb ik een Silky Eyes paletje. Deze heet Get Naked. Het is gewoon een heel paletje met eigenlijk best wel zachte kleurtjes. Heel lief ook. Je hebt een glittertje, maar ook eigenlijk is de rest best wel mat. Heel leuk paletje ook. Dan heb ik een Puff Perfection poeder. Dit is een gewone losse poeder. Die er zo uitziet. Deze heet True Touch. Het is een cream powder. Dus, er zitten overigens ook nog wel producten bij die ik nog moet gaan reviewen. Maar ik laat ze jullie wel zien omdat ze gewoon bij de stash horen. Dan dit Hide & Seek concealer paletje. Oh, deze zit nog een beetje vast. Deze moet ik dus ook nog reviewen. Er zit er nog een stickertje op. Hier heb je vier concealer kleuren. En dit is de natural versie. Toen ik hem heb gekocht hadden ze alleen maar natural versies. Maar misschien hebben ze inmiddels ook andere. Dat weet ik niet. Maar ja, de kleuren zien er voor mij wel heel goed uit, moet ik zeggen. Dan heb ik de Banana Dreams Loose Powder. Hier was ik echt al heel erg benieuwd naar. Deze heb ik nog niet zo lang. Deze moet ik ook nog gaan reviewen. Maar dit is de welbekende bananapoeder van W7. En ik ben echt super enthousiast. Ik ga ook even kijken hoe het eruit ziet. Hij zit nog dicht, maar het is een losse poeder die er vrij goed qua kleur uitziet. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Binnenkort komt hij als review op mijn blog. Dan heb ik deze Makeup & Glow Bronzing Base. Dus dit potje. Vrij mooi potje. Ziet er wel heel mooi uit, moet ik zeggen. Met een bronzer erin. Hoe ik deze moet gaan gebruiken, moet ik nog eventjes gaan bekijken. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Maar ik wil hem wel goed graag gebruiken natuurlijk. Dan heb ik het Naked Nudes paletje. Dit is net zo'nzelfde paletje als het Toasted palet wat ik net liet zien. En deze heeft dan vooral naked kleuren. Vrij zacht ook. Zien er echt wel heel erg mooi uit. Dan heb ik het Bronze Queen Fantasy Bronze Eye Color paletten. Dit is een vrij nieuw paletten ook. Met ook weer zo'n mooie spiegel erin. Hier zit overigens nog een plaatje voor. Helaas, zoals je misschien kunt zien. Ik weet het niet. De spiegel is een beetje aan het glimmen. Is die dus al wel geswatcht. Terwijl ik dat nog niet heb gedaan. Het is waarschijnlijk al in de winkel gebeurd. Mocht je nou ook make-up van W7 gaan kopen. Raad ik je aan om even te kijken of de plakketjes nog goed dicht zitten. Want hier zat dan toevallig wel een plakketje op. Maar je ziet hij is al vrij los. Dus dat heb ik toen niet gezien toen ik in de winkel was. Maar dat is wel een tip die ik je wil meegeven. Dan heb ik het Hollywood Bronze & Glow paletten. Dit is een hele mooie bronzer en highlighter. Echt een heel erg mooi palet. Het pigment is echt super goed. Echt een heel fijn palet om te gebruiken voor bijvoorbeeld contouring. Dan deze twee primers. Camera Ready Primers heet ze. Dit is anti-dul. Nou, ik kan het niet eens
goed lezen. Ik zet er wel even onder, in de video wat deze primer precies inhoudt. Want ik kan het dus niet zo goed lezen wat erop staat. De letters zijn niet zo duidelijk. Ja, deze is dan de gewone face primer. En deze heeft dan een andere, ja, andere betekenis. Volgens mij ook iets met shining of zo. Maar ik zet het onder in deze video. Dan deze Candy Blush in de kleur Angel Dust. Het is echt een hele mooie blush, vind ik zelf. Beetje een baked blush lijkt het, omdat hij ook een beetje bol is. Handig spiegeltje erin. Echt een hele mooie kleur, veel pigment erin. Daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik deze bronzing parels. Dit zijn gewoon van die, ja, ik zal hem even eraf halen, van die brons parels. Die je misschien wel kent van andere merken. Ik ga hem niet heel schuin houden, want dan liggen die parels zometeen hier al op het bed. En daar word ik niet zo blij van als dat gebeurt, want het bed is net schoon. Heel leuk om te weten. Maar ja, deze ken je misschien wel als gewone parels van andere merken. Gewone poederparels. En deze zijn dan voor bronzer. En hier ben ik ook wel heel benieuwd naar, moet ik zeggen. Dan heb ik deze Night Glow Highlighter. Deze heeft een nagellakverpakking. Best wel apart om dit zo aan te brengen, maar hij doet het wel heel erg goed. Daarna kun je hem gewoon lichtjes uitwrijven en het effect is heel mooi. Dan heb ik deze Big Lash Mascara met bijpassend potlood. Dit is gewoon een oogpotlood die je zelf kunt slijpen. En dan deze mascara met een best wel groot borsteltje. Het wordt buiten ineens echt super donker, want het regent ineens keihard. Maar goed, dan heb ik het 10 out of 10 paletten. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. De applicatortjes die gaan eruit. Deze heeft, zoals je kunt zien, wat blauwe tinten, wat donkerder. En deze zijn dan weer iets warmer. Je kunt hier verschillende looks mee creëren. Heel leuk paletten. En ik ga even kijken of... Nou, ze hebben niet een aparte naam. Dat vind ik best wel jammer, want je hebt er dus twee van. Ook nog deze. Oh, wacht. Deze heet Browns. Oh, deze heet dan Browns. Die andere heet... Die heeft niet een expliciete naam er nog bij. En deze heeft dan ook weer echt een beetje van die nude tint, tintige kleuren. Die je dus wel heel veel ziet terugkomen bij W7. Dan het Golden Brown eyeshadow paletje. Zoals je kunt zien heb ik al heel veel oogschaduwpalettes. Ook weer vrij zachte kleuren. Wel heel leuk voor een look. En het Purple Haze. Deze vind ik ook wel heel erg gaaf. Deze heeft gewoon echt allemaal paars tinten. Heel erg leuk om eens een keer af te wisselen. Ook echt totaal iets anders dan de kleuren die de meeste paletten hebben. Dan heb ik nog wat lipverzorging. Dit zijn Lipbom. Heet deze. Deze die lijken heel erg op de EOS lipbalms. Kijk maar, ze zijn gewoon rond. Ze hebben allemaal gewoon deze kleur. Maar er zit echt een heel erg lekker luchtje aan. Dit is... Even kijken, strawberry. Dit is raspberry. En dit is pink cherry. Ze ruiken echt super lekker. Dan heb ik nog een Ravishing Raspberry Lip Balm. In zo'n schattig doosje. Het ziet er zo uit. Deze ruikt echt super lekker ook. Dan dit nagellakje in de kleur Neon Pink, nummer 23. Heel mooi lakje, echt super fel. Goede dekking ook, heel blij mee. Heb ik nog een duo blusher. Dit is nummer 4, deze heeft geen naam. Deze heeft dus twee kleuren, echt heel erg mooi op elkaar afgestemd. Je zou deze ook als bronzer kunnen gebruiken, eventueel die kleur, omdat die vrij donker is. Deze is echt ook heel, heel erg mooi, veel pigment ook. Dan heb ik een lippenstift in de kleur Silk. Het is een beetje een bruine. Ook wel heel erg mooi, omdat het echt totaal iets anders is dan wat ik in mijn stash heb. En de Glamorous Gloss
in. Even kijken of er nog een kleur op staat. 06 heet die. Dus een gewone lipgloss. Even kijken. Klein glittertje erin. Best wel subtiel, maar wel heel mooi. Dan heb ik deze Eye Captain Liquid Eyeliner. Deze heeft een vrij breed handvat bedoel ik. Oh, deze ziet er echt super goed uit. Deze heb ik nog niet gereviewd, maar ik vind hem nu al echt geweldig. Want het puntje is niet super zacht, dus hij is best wel stevig en daar hou ik heel erg van. Lijkt me echt een hele goeie. Dan deze foundation van Photoshoot. Even kijken of de kleur erop staat. Nee. Heeft hij geen speciale kleur? Oh, Natural Beige. Het enige wat ik hier heel erg raar vind is dat je hem eerst moet je hem schudden. Want hij heeft geen pompje. Er zit gewoon zo'n groot gat in. En daar moet je het een beetje mee doen. Dan breng je het op je hand aan. Daarna breng je het op je gezicht aan. Dat was best wel even wennen. Maar voor de rest is die wel heel fijn. Qua dekking ook. Dan heb ik dit Face Shaper. Het Catwalk Face Shaper setje. De verpakking is al helemaal losgescheurd. En dit is dus ook weer een bronzer. En denk ik ook een highlighter. In crème vorm. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar. En hier zit ook een hele mooie kwast bij. Ziet er wel heel mooi uit. Vind ik zelf ook wel fijn. Dus deze Face Shaper. Dan heb ik deze twee palettes die Angel Eyes heten. Deze heet Out on the Town. En deze heeft een beetje lege kleurtjes, vind ik zelf. Beetje groen en zo zit erin. Ook wel een beetje een combinatie van mat en glitter. Deze heet Jet Set. Deze heeft alweer echt totaal andere kleuren. Oh, even de applicator goed leggen. Deze heeft een beetje zilver, een beetje paars. Ja, deze heeft wat warmere kleuren. Hij is heel erg aan het shine volgens mij. Ook echt twee hele mooie palettes. Last but not least heb ik deze drie blush paletjes. Ze heten alle drie Blush With Me. En even kijken hoor. Dit is de kleur Honeymoon. Ziet er zo uit. Heel mooi paletje vind ik het. Er zit ook een klein applicatortje bij zoals je kunt zien. Dit is de kleur Cassie Mac. Weer wat warmere tinten. Deze moet ik ook overigens nog reviewen. En de laatste is Getting Hitched. En dat is een wat lichter kleurtje. Echt heel mooi subtiel vind ik de kleur. Ik ben hier ook echt super benieuwd naar. Dit was dan mijn W7 stash. Zoals je kunt zien heb ik best wel veel oogschaduw palettes van W7. Het is wel zo dat ze steeds meer producten krijgen, maar ook niet elke Zopshop bijvoorbeeld heeft even groot assortiment. Bij de ene is het assortiment een stuk groter dan bij de ander. Dus dat is heel verschillend. Ik vond het eigenlijk wel leuk om zo'n sexvideo op te nemen van dit merk. Misschien dat ik het in de toekomst wel vaker ga doen, ook van andere merken, maar dat ligt eraan of jullie dat leuk vinden. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En doe even een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. En ik zou zeggen, ik zie jullie heel snel weer. Doeg!